Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik laten zien wat ik allemaal meeneem voor de achterbank als wij op vakantie gaan met de auto. En dat is zeggen wij, namelijk mijn moeder, ikzelf en mijn twee kindjes van 6 en van 4. En wij gaan naar, bijna naar Zuid-Frankrijk. Het is ongeveer 8 à 9 uur rijden. En dus ik dacht misschien is het interessant om te laten zien wat ik allemaal meeneem om ze een beetje content en vrolijk op de achterbank te houden. Nou zijn Logan heb ik gelukkig wel gewend om wat langer in de auto te zitten. Zo zijn we al een keer eerder naar Frankrijk gereden, naar Euro Disney. Ze zijn een keer naar Paliseu geweest met de auto. Ze zijn een keertje naar Rome geweest met de camper. Hoewel Brooke toen eigenlijk niet geboren was, ik net te bedenken. Ik was nog zwanger van Brooke. Maar Logan heeft het sowieso wel al meegemaakt. Dus zo hebben we al een aantal tips en tricks bedacht hoe je zo'n lange reis voor hun ook leuk kan houden. De allereerste tip die ik wil meegeven is, bedenk ook hoe je de reis voor jezelf zo comfortabel mogelijk wil houden. Dus als het een reis is van 8, 9 uur, ga je dat dan in 3 keer doen? Ga je onder 2 uur stoppen, onder 3 uur stoppen? Waar wil je stoppen? In ons geval was het ook zo dat wij dachten dat er misschien onderweg ook nog wel eens wat file zou kunnen zijn. Dus dat we ergens halverwege een overnachting doen. Op de heenweg gaan we ongeveer 6 uur rijden en hebben we een hotelletje. En dan gaan we de volgende dag de andere 2, 3 uur rijden. En op de terugweg hebben we halverwege het punt. Dus dan rijden we 4 uurtjes terug, hebben we een hotel en hebben we weer 4 uurtjes. Op die manier blijft het voor iedereen een beetje leuk. En de tweede tip die ik wil meegeven is zorg dat de kinderen natuurlijk comfortabel zijn. Dus misschien met een dekentje of een ander soort verhogertje of een kussentje. In ons geval gaan we ook een autotafeltje bij doen, zodat ze ook hun werkje of een dingetje op hun schoot kunnen houden. Zonder dat het per se echt op hun schoot hoeft te liggen en dat er niks gaat vallen of om gaat vallen. Dus zal ik een fotootje hierbij doen. Welke tafeltjes wij hebben, zijn er een heleboel te krijgen bij bol.com. Dus kijk gewoon wat bijvoorbeeld op jouw stoeltje past. Dan het meest voor de hand liggende is een iPad. Deze is toevallig van Brooke. Wij hebben ook het geluk dat allebei de kinderen een iPad hebben. Dus deze is van Brooke en we hebben er ook eentje van Logan. En die hebben ze met allebei met hun eigen simpele headphone. Deze is van Logan. Die je gewoon zo kan vastplakken om hun hoofdje. Deze is van Snuggly Rascals. Die hebben ze dus allebei eentje van. Dus ze kunnen elkaar ook niet lastig vallen. Ze kunnen allebei naar een ander filmpje kijken zonder elkaar te irriteren. Maar we willen natuurlijk niet dat ze de hele tijd op een iPadje zitten. En als je eenmaal de grens over bent, gaat wifi ook mijn geld kosten. Dus dan kunnen ze eigenlijk deze niet meer zo heel erg veel gebruiken. En wil ik ook eigenlijk niet dat ze dat te veel gaan gebruiken. Dus ik heb ook nog andere dingetjes mee. Zo neem ik bijvoorbeeld deze twee bouwplaten mee die ze op de tafel kunnen leggen van Lego. En we hebben zo'n Lego koffertje. Waar allerlei soorten legertjes in kunnen zitten. Deze kunnen ze dan delen en dan kunnen ze bijvoorbeeld al dingetjes bouwen op het tafeltje. Deze neem ik ook mee. Het is een eclair lezen koffertje. Waar ze bepaalde woordjes kunnen maken met klikcijfertjes aan de andere kant. Ook een beetje voor op vakantie zelf als het iets minder weer wordt. Of als ze even klaar zijn met zwemmen of we zijn bij het huisje. En dat ze eventjes gewoon iets anders kunnen doen. En dit zijn spelletjes die een beetje educatief zijn en die toch ook leuk zijn en klein en handzaam om mee te nemen. Verder krijgt ieder kind van mij ook zo'n mapje en dit is heel kneuterig voor mij. Maar ik heb met Google Maps een screenshot gemaakt van de reis die we gaan maken. Zodat ze met de markeer stift mee kunnen volgen, ze weten hoe ver het nog rijden is. En dat ze dan niet continu vragen van hoe ver is het nog, want hoe ver is hoe ver. Die kinderen kunnen dat zelf een beetje inschatten op het kaartje. Dat is wat duidelijker voor hun als dat je zegt van nou het is nog 400 kilometer. En ook een beetje leuk om de plaatjes te oefenen en zo. Voor dit heb ik van internet een iSpy hierin zitten. Dat ze bepaalde voorwerpjes moeten herkennen. Een paar zomers gethematiseerde woordjesbladen. En ik heb schaduws met kampeerkentjes. En gewoon wat kleurplaten. Mega Mindy en Vlinders en kampeertentje. En ik dacht, deze gaan ze natuurlijk echt super hilarisch vinden. Dus kunnen ze die kleuren, want ze krijgen ook kleurtjes mee. Ik zal even de tas van Logan erbij pakken. Ze krijgen mee stickers. Gewoon een simpel kladblok, eigenlijk een drawing book. Het zijn gewoon allemaal witte bladzijden die ze vol kunnen kleuren. Ze krijgen ook allebei een soort van werkboekje mee, of zeg je, oefeningen. Deze is wel voor Logan 6 of 7 jaar, maar Brooke heeft er ook eentje voor groep 1. En dan kunnen ze rekenen, lezen, schrijven. Dat soort dingetjes kunnen ze zelf oefenen. Kleurstiftjes met een puntenslijpertje erbij. Ik heb ook prikblokjes gevonden. Deze is dan 12 plaatjes om uit te prikken. Ik denk, dus met alleen een boot, ik weet niet wat erop zit. Daar zou je hem voor open moeten maken. Brooke heeft er eentje met een eenhoorn voorop, dus dat wordt ook leuk. Deze zag ik bij Aldi liggen, daar zitten ook kleurplaatjes in.
En stiftjes. En stickertjes. Mijn moeder had deze nog voor de vakantie gekocht. Deze is van 6 tot 7 jaar. En Brooke heeft er eentje, ik geloof voor kleuters of voor peuters, ik weet niet. En er staan allemaal vragen in. Bijvoorbeeld op welke dag van de week wordt het meest gesnackt. En dan is dat dus op de zaterdag. Of nou, hoeveel poten heeft een spin. Dat soort vragen. En ze hebben ook allebei een boekje. Voorlopig heb ik dit boekje erin gedaan. Deze is nog van zijn verjaardag. En heeft hij nog niet opengemaakt. Maar ik weet dat er een AVI startboekje in zit. Dus die kan hij dan lekker onderweg gaan proberen. Verder heb ik nog de ANWB auto bingo's uitgeprint. En die zitten gewoon bij mij in de tas. En die kunnen we dan op het moment dat ik denk van nou, nu is het even een leuk moment om dat te gaan proberen. Of zijn ze niet gemotiveerd om op zichzelf te spelen. Kunnen we met z'n allen een spelletje spelen. Kan ik die tevoorschijn halen en kunnen we auto bingo doen. Ik heb die van de makkelijke. Dus er staat bijvoorbeeld alleen maar een vlag op. Of een auto. Of een vrouw met een bril, dat soort dingetjes. En dan heb je de moeilijkere, dus dat is een grijze auto, een groene auto, de Franse vlag, de strand, een emmer, dat soort dingetjes. En natuurlijk hebben ze gewoon hun clubdrukjes, dus kunnen ze dat gewoon wegkrassen. Dus er zijn een aantal interactieve dingetjes en een aantal dingetjes die ze op hunzelf kunnen doen. En natuurlijk ben je ook gewoon aan het praten en muziek aan het luisteren. En kunnen ze op de iPad ook filmpjes en dat soort dingetjes kijken dus. Dat moet helemaal goed komen. Verder krijgen de kinderen natuurlijk ook gewoon snacks mee en drinken. En gaan we natuurlijk ook echt om de 2 uur ergens stoppen. En we hebben ook voor de eerste dag een lunch ergens ingepland. Dus dat moet helemaal goed komen. En het zal vast en zeker heel gezellig worden om lekker met z'n allen in de auto te zitten. En ook veel te kunnen kletsen. Want de kinderen zijn 3 weken weg geweest. En op de dag als ze terugkomen gaan wij de autoreis maken. Dus ze zullen ook verhalen genoeg hebben om te kunnen vertellen. En dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, dat je dat uit hebt kunnen halen. Als je zelf nog een autoreis met kinderen moet gaan maken. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat in de comments achter weten wat jouw must-have is als de kinderen op de achterbank geëntertained moeten worden. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik je in de volgende. Doei!